Hey, wat goed dat je weer kijkt. Mijn naam is Servando Crespo en ik geef jullie persoonlijke financiën tips. Vind je mijn vlogs leuk en leerzaam? Vergeet dan niet om je te abonneren. Vergeet ook niet om deze vlog te liken en nog belangrijker, vergeet niet deze vlog te delen. Zodat nog meer mensen financiële vrijheid kunnen gaan ervaren. Al vanaf heel jonge leeftijd heb je vaak onbewust via je ouders of grootouders meegekregen hoe er over geld wordt gedacht. Nou, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat wat je ouders en grootouders hebben ervaren met betrekking tot geld, voor een groot deel nu bepaalt hoe jij met geld omgaat. Nou, dit principe is niet nieuw. Dit is bedacht door de financieel psychologen Bradley en Ted Klans, zijn vader. Zij hebben het begrip geldscripts bedacht, waarbij geldscripts ook wel worden omschreven als onbewuste geldovertuigingen. Nou, geldscripts ontstaan dus door emotionele financiële gebeurtenissen uit het verleden, maar ook door financiële traumatische ervaringen bij één van je ouders en of grootouders. Nou, het gevolg hiervan is dat jij dus daardoor bent beïnvloed. Maar dat kan vervolgens twee verschillende kanten opgaan. Enerzijds kan je exact hetzelfde geldgedrag laten zien als je ouders en grootouders. En anderzijds is het mogelijk dat je juist exact het tegenovergestelde gedrag gaat laten zien van je ouders of grootouders. Nou, wil je meer weten welke geldscripts er onder andere zijn? Dan adviseer ik je om deze vlog nog eens terug te kijken waarin ik de vier geldscripts behandel. Nou, in deze vlog wil ik het hebben over de relatie tussen jouw geldscript en jouw getoonde financiële gedrag. Want alle genoemde onbewuste geldscripts laten namelijk een bepaald gedrag zien. Nou, wanneer je gedrag laat zien dat op een koopverslaving lijkt, dan laat je tegelijkertijd zien dat je in een financiële ontkenningsfase zit. Nou, de drie geldscripts die leiden tot een negatieve financiële gezondheid, hebben een voorspellende waarde over het hebben van een koopverslaving. Nou, mensen die hoog scoren op geldstatus zijn sterker geneigd om een gokverslaving te laten zien. Nou, dit was het gedrag dat bij mij vroeger heel erg dominant was en ik ook heel erg sterk herken bij de jongeren van altijd en juist de jongeren van nu. Nou, mensen die hoog scoren op geldvermijding en geldaanbidding zijn sterk geneigd om dwangmatig spullen te gaan verzamelen. Geldvermijders hebben vaak niet veel geld en zijn daarom ook altijd op zoek naar koopjes. Vandaar het verzamelen en creëren juist daarmee een financiële ongezonde situatie. Nou, mensen die hoog scoren op geldaanbidding en geldstatus laten vaak financieel afhankelijk gedrag zien. Ze verdienen zelf nog te weinig of zitten in een uitkeringssituatie en zijn daarmee dus afhankelijk van het financieel bijspringen van ouders. Mensen die dit geldscript hebben, blijven in de financiële ontkenningsfase zitten, zolang ze financieel worden geholpen. En dus hebben ze nog steeds niet hun financiële zaken op orde. Nou, en ook een waarschuwing richting de ouders die dit doen, die vergeten vaak dat dit niet verstandig is, zeker niet qua financiële opvoeding. Of je nu opgegroeid bent in armoede, opgegroeid bent in een middenklasse gezin, of opgegroeid bent in een gezin waar geld geen issue was, of wanneer je jezelf betrapt op één van bovenstaande gedragingen, iedereen kan leren om op een gezonde en verstandige manier met geld te leren omgaan. Wanneer je bewust bent van je negatieve financiële gedrag, geef ik of welke andere financiële gezondheidscoach je middelen om uit dit financiële moeras te komen. Nou, het hebben van een geldscript is onvermijdelijk. Maar er iets aan doen is dat niet. Dat is een keuze. Je hoeft niet in je eigen geldscript te blijven hangen namelijk. De meeste mensen kunnen na één of meerdere gesprekken met een financiële gezondheidscoach het ergste negatieve financiële gedrag achter zich laten. Blijf dus niet hangen in je fixed mindset.
Verander je financiële gedrag. Doe dat. Doe dat vandaag nog. Nou, blijf dus de komende weken kijken, want ook volgende week en de weken daarna ga ik een en ander uitleggen hoe je uit dit moeras kan komen. Volgende week ga ik het bijvoorbeeld hebben over financiële overzichten. Nou, dit was het weer. Tot ziens, tot volgende week.